Hier is het raad helemaal, jongens. Ik heb te lang op gewacht, wat is gebeurd? Ga door. Echt waar, ze is er. Fieke Gosselaar. Schitterende naam, zowel de voornaam als de achternaam. Waar hoor je het nog? Fieke Gosselaar. Ze zou ook bij wijze van spreken een korte baanrijdster kunnen zijn geweest. In de tijd van Adje Keulen-Deelstra. Maar zij is, en nou komt het, onder meer strafrechtjuriste. Ja. Strafrechtjuriste, ben jij? Op de rechtbank. Op de rechtbank van Noord-Nederlands. Ja. En jij bent ook, en dat vind ik ook heel mooi, schrijfster. Jij schrijft in het Nederlands en je maakt dus proza in het Nederlands en poëzie in het Grunnings. Nou, dat klopt helemaal. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Die combinatie, Fieke. En dan geboren in Vinnewol, Vinsterwolde. Ja, Vinnewol. Oost-Groningen, communistisch bolwerk. Ja, man. Schitterend. Dicht bij de Dollard. Ja, en natuurlijk ook de woonplaats van Arie Haan nu. Ja, ook nog. Ja, oh, beterschap Arie. Hij is geopereerd aan zijn heup, hè, in Duitsland. Oh, oké. Okay. Arie is een oktobergast, Jacob. Arie Haan. Jacob de Vries filmt. En Jan Visser, ja, hij is erbij. Ja, die duwt elkaar. Ja, die duwt elkaar. Onvermijdelijk natuurlijk. Maar stel nou zo'n Herenstraat helemaal eens voor zonder elkaar, af zonder duwen. Nee, daar kwam je niet vooruit. Dan rolde die weer die kant op. Ongelooflijk. Wij zijn maar secondanten. Ja, we lopen gewoon makkelijk. Hey, we gaan even terug naar de vrouwengalerij. Vond ik heel mooi trouwens. Heb ik gelezen. Hè? Mm-hmm. En wat ik ook heel mooi vond in de vrouwengalerij, was dat Fieke Gosselaar, jij dus, ja. Marlene Bakker noemde. Ja. Waarom? Ja, is nou, een ik... Jacob. Schitterende album gemaakt, Rijf. Ja, prachtig. Ja. Nou, dat is al één reden natuurlijk om haar uit te kiezen. Ja. En voor de rest, ja, ik zat erover na te denken. Wie moet ik nou kiezen? Want je kunt ook wel Groningse schrijfsters noemen. Maar ja, als je dan één boek van hun in de kast hebt, dan was het niet per se mijn favoriete Groningse vrouw. Dat is net iets meer voor nodig. Precies. En het moest wel ook een beetje in de, nou ja, wat ik ook aan het doen ben. Was vond ze ook leuk. En ik dacht, ik kan mijn oma noemen, mijn moeder. Ja. Ja, of iemand, of zoals die anderen hebben gedaan, of iemand uit de verre geschiedenis. Ja, maar ik denk, ja, die mensen ken ik niet. Nee. Dus, en Marlene is sowieso hartstikke leuk, dus ik denk, ik noem gewoon Marlene. Ja, ik begrijp het ook heel goed. Dus ook, want je hoort eigenlijk louter goede dingen over haar. Hè? Dat album ook, na dat album is het alleen maar euforie. Ja. Oh. Hoe gaat het trouwens met Fieke? Want Fieke is natuurlijk zelf gast, hè? Fieke, hoe gaat het met jouw carrière eigenlijk? Ja, wel goed. Ik heb de juni roman uit. Ja, de vierde, hè? Ja. Eerste roman. Maar daarvoor poëzie, columns, verhalen. Vierde boek. Ja. Worden wat, hè? En waar gaat die roman over? Het speelt zich af in Noordoost-Groningen. Tuurlijk. Bij Vinsterwolde. Ja. En daar heb ik een aantal personages neergezet. Maar het begon eigenlijk het idee omdat ik iets met de polders wilde doen. En toen heb ik daar dus een heel verhaal met die personages daarin gezet en die aan elkaar verbonden. En dan krijg je steeds meer, ja, zo werkt het roman, krijg je steeds meer over die mensen. In mijn geval Sibo, Mena, Warre en Duurt. Ja. Krijg je daar steeds meer over te weten. Ja. En hoe is het boek ontvangen, die roman? Ja, goed. Ja? Ik heb een aantal recensies. In de Trouw stond hij bij de drie beste tot nu toe van debuutromans. Mooi. Dus, nou ja, die was vorige week. En Dagblad dan? Wat Dagblad erover geschreven? Ja, die was er minder in. Wie heeft geschreven erover dan? Koen Peppelenbos? Nee. Oh. Nee, Louis van Kelkoop. Oh, Louis van Kelkoop. Wat dan? Ja, die vond het minder mooi. Ja, dat kan. Ja. Zo gaat het. Fries boeken. Dagblad vond hem dan weer daarentegen weer heel mooi. Fries Dagblad. Je moet toch weer van de Friesen hebben. Ja, toch, het is hetzelfde concern, maar toch? Tja, Fieke. Even terug naar het Gunnigens. Hoe belangrijk is dat voor jou? Nou, ik vind het fantastisch om erin te schrijven. Ja. Het is een hele andere manier van schrijven dan in het Nederlands. En ik schrijf, ja, het Nederlands is voor proza bij mij. En voor Groningen, ja, dat is meer poëzie. Ja. Omdat het Gronings, dat zingt meer. Dus ik vind het heel leuk om daar Gronings voor te gebruiken. Ja. En als je dan moet voordragen voor het publiek in het Gronings, nou, dan heb je direct meer die cadans erbij van het Gronings. Ja. En dat vind ik wel leuk uit Gronings. En mijn columns natuurlijk. Ja, doe je dat nog steeds bij Radio Noord? Ja. Ja, lees je nog elke week een column voor? Ja, al 6 jaar. Ja, maar zo keihard in het Gronings, hè? Alles, hè? Alles, ja. Ik vind dat natuurlijk wel. Dat is een zegen is het. Eigenlijk is het een zegen, want als ik bij mezelf naga, hè, weet je wel, dat Gronings van mij, dat stadjes, hè, ja, dat weegt gewoon niet op tegen het Gronings van jou, man. Half pis, half ringbotter. Ja, half strons. Ja. Half strons, half ringbotter. Jacob, hè?
En Jacob, die is een boompekel. Dus die spreekt ook het... prachtig Grunners. Een beetje hetzelfde Grunners als ik, ja. Jan Visser niet. Jan is een beetje blij hangen, ook in de stadjes. Maar die spreekt over het algemeen gewoon Nederlands. Hey, trouwens, wat ik ook wel weer, ik moest er even denken, toen ik begon met jou. Mm. Ik heb jouw geregistreerde partner, heb ik ook al de Heerstraat helemaal mee gelopen. Ja, dat klopt. Hey, Jacob, dat is namelijk de oud-stadsdichter Casper Peters. Ja, dat klopt. Ja, leuke kerel. Hoe is met Casper zijn carrière dan? Ja, hij krijgt binnenkort een kinderbundel. Oh. Ja, dat komt natuurlijk omdat jullie een dochter hebben zelf nu, twee jaar. Ja, vanzelf een kinderbundel. Maar de schitterende naam, jouw naam, ik had net over jouw naam, Fieke Gosla, maar de naam van jouw dochter, Stien. Ja. Waar hoor je dat nog? Ja, de meeste Stiens die zijn 80 plus. Ja, misschien in Pekel of zo. Oh, ja. Echt mooi. Hé, ik heb drie dingen opgeschreven, verder niks, maar dit is dat stukje, weet je wel, van de vrouwengalerij. Ja. Maar Prinsentuin, Krudde en Nova Zembla, waar wil je mee beginnen? De Krudde. Ja. Ja, dus ook ben ik eigenlijk met het Gronings wijven begonnen. Leg even uit voor de mensen die niet weten wat Krudde is. Krudde, dat is een Groningstalig tijdschrift waar je Groningse verhalen en Groningse gedichten naartoe kan sturen. Het bestaat niet meer, ja, het is daar orderen op de website, maar toen was het nog papier. Jan Glas, iedereen wel bekend, nou, denk iedereen, ik. Maar ik zou het even zeggen, Jan Glas, de Groninger dichter. Mm-hmm. Toch, die bedoel je? Mm-hmm. Ja. Wat is er met Jan Glas? Nou, die hoorde mij een keer Gronings tussendoor babbelen. Ja. Tussen mijn Nederlandse gedichten op dat moment nog. En die zei, doe ik eens Gronings. Dan kist ook met het schreeuwen, stuur me een mol wat op de kredde. Ja. Toen dacht ik, dan doe ik dat. Dat is dan. Ja, en toen was ik eraan verslaafd, want toen was ik eenmaal begonnen met Gronings schrijven en het ging beter dan ik dacht. Dus hij heeft mij op het Gronings gebracht. Ah, mooi. Ik vind het ook wel mooi dat jij hebt Ellentendamme had je ook nog in de kop, hè? Maar Ellentendamme is natuurlijk Drenthe, hè? Ja. Rome. Ja, voor de vrouwengalerij. Hij heeft natuurlijk ook wel carrière gemaakt, hè, die Ellen. Zeker, ja, ik vind een beetje de Madonna van het Noorden eigenlijk. Ik zat vroeger bij haar in de jury, dan moesten we talenten en zo moesten we scouten eigenlijk. Moest kijken wat voor carrière ze zelf heeft gehad. Ja. En die mensen zien voor het eerst de Heerstraat helemaal, die denken, wat is dit? Een camera met een man die zit in een bakfiets en een andere man die duwt. Zo, mooi hè? Ja, heel mooi. Zie je niet in het Westen, hè, zoiets. Typisch Gronings. Mooi man. Hé, hey, Nova Zembla. Ja, dat is de poëziebundel die daaruit voortkwam. Ja, precies. Ja, zo zie je het maar weer. Als je gewoon een duwtje geeft aan iemand, dat daar dan weer uitkomt. Kun jij het verschil uitleggen aan ons kijkers? Het verschil tussen het schrijven van proza en poëzie. Wat is het verschil is natuurlijk immens, maar is het ook moeilijker, poëzie? Nou, op dit moment ben ik juist veel met proza bezig. Ja. En als je veel met proza bezig bent, dan is het heel moeilijk om weer om te schakelen naar poëzie. Het is een andere manier van kijken. In proza dan ben je meer in beelden, in scènes bezig en in dialogen. In poëzie dan heb je eigenlijk een groot verhaal en dan probeer je gewoon een klein geheel en een gedichtje van te maken. Dus dat is heel anders, denk op die manier. Ja. Hey, en jij bent ook altijd vertegenwoordiger, maar dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij als dichter zijnde uit deze rookje, de Prinsentuin. Hè? Is dat nog steeds leuk om te doen? Ja, ik vind het altijd heel gezellig. Ja? Je ziet iedereen weer. Want wij hadden ook, Casper en ik dan, dat er heel veel dichters die dan niet uit Groningen kwamen, die dan allemaal bij ons logeren. Ja, sinds onze dochter er is, was dat iets lastiger. Kan er niks meer in? dan hebben we Joost. Joost Omen. Dat is ook wel eens de gast. Een hele bijzondere man, hè? Ja, die is super. Maar die mag altijd bij ons logeren. Ja, Joost is echt geweldig. Dat is ook wel leuk. Ik liep dus met Joost de Heerenstraat helemaal. Mm-hmm. Hij woonde zelf in de Heerenstraat. Ja, klopt. Ja, over in het andere stukje. Ja, klopt. Dus ik heet wel Heerenstraat natuurlijk. Ja. Hebben we nog wat naar link, Jacob, met Fieke? Is er nog iets wat je... We zijn er alweer. We hebben alles wel gehad zo'n beetje. We hebben de galerij gehad. We hebben haarzelf, haar carrière. Trouwens, dat is ook altijd een vraag, hè, van die is meer een vraag van een collega van mij. De toekomst. Wat gaat er gebeuren? Heb jij een inzicht of zo? Wat er nog moet? Wat er nog gaat gebeuren? Dat jij denkt van, nou, dat is hem nog of zo? Nou, volgens de trouw moest ik minder bij de rechtbank gaan werken en meer boeken schrijven. Ja.
Nou ja, ja, ik wil sowieso nog een boek schrijven. Ja. Maar voor de rust moeten we even kijken. Is dat, trouwens, dan moet ik nog wel vragen. Is dat een leuke combinatie wat jij dan doet met het schrijven, met poëzie en jouw werk bij de rechtbank? Ja, juist. Ja? Ja, alleen de rechtbank, dat zou ik een beetje saai vinden, omdat je toch heel veel achter een bureau zit. Ja. Dus dat is, en juist met schrijven, nou, het schrijven als ik zit je natuurlijk ook op een bureau, maar dat creëer je helemaal zelf. Ja. En ondertussen heb je allerlei optredens. Dus dan vind ik dat weer heel leuk. Ja, dus de combinatie is eigenlijk heel goed. Ja. Hey, we gaan over tot de keuzevraag natuurlijk. Ja, oh, Jan Vissers, ja. Die hier staan, die hebben trouwens Jacob de Vries, twee boys. Kan er niet meer zonder. Volgende week zijn ze er weer maandag. 3:00, verzameld bij de HEMA. Jij kiest uit, in de camera kijk. In de camera kijk bij Jacob. Hè. Je kiest uit Bert Hadders of Erwin de Vries. Bert Hadders. Die kant op. Dankjewel. Dikke gozelaar jongens. Bye. Poëzie en proza, het gaat samen. En ze is ook nog heel, maar dan ook echt heel erg leuk om te interviewen.